Meneer Medi, u bent voorzitter van de CD&V. Wat is uw partij van plan om het wonen in Vlaanderen en in België aan te moedigen? Ik denk dat er heel veel inspanningen moeten geleverd worden om woningen mee te renoveren, duurzaam te krijgen. Ik denk vooral wat dat ambitie moet zijn, is om mensen te ontzorgen. Als ik naar mijn eigen kijk en mijn eigen omgeving, veel mensen die kopen, bouwen, renoveren. Maar daar komt zoveel administratief bij kijken, dat ik denk dat het ook de taak is van de overheid om mensen daarin te ontzorgen, de mogelijkheid te geven om die inspanningen te kunnen leveren. En dat is denk ik wat de politiek moet doen en waar wij als partij ook wel voor willen staan. Oké, nog een tweede vraagje. Heb je plannen op tafel, fiscaal gezien, om renovatie en vernieuwbouw, om dat op te trekken van 6% naar 9%? Is dat een beetje contradictorisch met de vele premies die ook op regionaal niveau dan worden gegeven, dat dat op nationaal niveau dan wordt afgenomen voor een stuk? Ik denk dat we het inderdaad in zijn totaliteit moeten zien. Op Vlaams niveau zijn wij als partij trouwens ook al lange vragende partij om die renteloze leningen opnieuw ook renteloos te kunnen maken voor de mensen. Heel het BTW-verhaal is een heel groot pakket dat men in zijn totaliteit moet bekijken. Ik denk dat we vooral de koopkracht van mensen moeten versterken, zodat je met die koopkracht ook aan de slag kunt gaan. De BTW op afbraak en opbouw die is ook aangepast geweest, net om opnieuw aantrekkelijker te worden. Dus laten we het in zijn totaliteit bekijken om ervoor te zorgen dat de bouwsector vooruit kan en vooral dat mensen ook wel voldoende slagkrachtig zijn om die inspanningen te moeten leveren die ze ook wel van Europa moeten leveren op vlak van renovatie en op vlak van klimaat. Dank u wel.